Ja, Alexander, allereerst gefeliciteerd. Jullie gaan lekker Europa in, maar ook geen verkeerde assist. Nee, klopt. Ik denk ook een hele belangrijke, een belangrijk moment. Ja, we hebben alles gegeven. We wisten dat het niet makkelijk zou worden. En ik kan alleen maar complimenten geven hoe we als team hebben gevochten voor deze overwinning. Na die 2-0 dacht je toen al eigenlijk van de wedstrijd is gespeeld? Nee, eigenlijk helemaal niet. Kijk, je krijgt weer een bal, een goal veel te snel tegen de tweede helft. We hebben nog zo gezegd in de rust van het is belangrijk dat we de eerste kwartier 20 minuten doorkomen. Dus je maakt het jezelf nog moeilijk, terwijl het helemaal niet nodig is. En uiteindelijk slepen we die wedstrijd gewoon fantastisch binnen. En dan is het mooi dat je voor al die fans van Vitesse die voor ons zijn meegekomen, dat je die overwinning binnenhaalt. Nou, jullie gaan dus Europa in, maar om nou even reëel te zijn. Hè, hebben wij Nederlandse ploegen nou eigenlijk nog een kans in Europa en de Europa League? Ja, waarom niet? Kijk, als je gaat denken op voorhand al dat je geen kans maakt, dan had je helemaal niet de play-offs moeten spelen. Dan had je gewoon moeten zeggen van, laat maar zitten. En mijn laatste jaren in die voorrondes gaat het eigenlijk altijd wel mis. Nou, daar moeten we niet naar kijken. We moeten positief kijken en erin geloven dat we het kunnen als team. En wat ik zeg, als je daar niet in gelooft, dan is het beter dat je niet gaat spelen. Dus je moet daar gewoon in geloven en laten zien dat het nu wel kan. Ja, nu in ieder geval een lekker feestje. Wie is eigenlijk het grootste feestbeest bij jullie in het team? Daar hoor ik wel bij. Iedereen, Linsen. Iedereen ging helemaal los. En, het mooiste is ook dat je dat je hier een overwinning pakt, ook voor je eigen fans. Als je kijkt, die mensen die allemaal mee zijn gereisd, allemaal kaarten moesten kopen. En als je ze dan zoiets kan teruggeven, dan ga je met een goed gevoel de vakantie in. Wie kan er nou echt niet dansen bij jullie in het team? Linsen moet nog een beetje aan zijn ritme werken, maar dat komt goed. Ik leer het hem wel. Maar een korte vakantie, maar heb je al plannen om op vakantie te gaan? Ja, ik ga volgende week lekker met mijn vriendin naar Ibiza. Geniet ervan. Nog even naar de Ushuaia? Ja, misschien wel. Misschien wel. Ik ga er lekker van genieten. En ik denk dat iedereen een welverdiende kans heeft verdiend. Geniet ervan. Fijne vakantie. Dankjewel.